Sebastian Brandt, aanvoerder van Hermes DVS, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Even kort de wedstrijd beschrijven. Het was bloedspannend, maar wel slim gespeeld, denk ik. Nou ja, kijk, ik denk bloedspannend omdat het de finale is. Maar uiteindelijk, als je naar de scores kijkt, dan hebben we hem helemaal de hele weg in de handen. Dus ja, valt de spanning mee, gelukkig. Is dan de ontlading erg groot bij jullie? Nou ja, kijk, ik denk, we hebben vorig jaar ook zo gestaan. En we zijn inmiddels in de tijd dat we in de hoofdklasse hebben gespeeld 6 jaar verder. En waarvan we gewoon een paar keer heel lullig niet naar boven zijn gegaan, om maar zo te zeggen. En ja, dan is het wel heel lekker om hem nu wel te pakken, zeg. Hoe lekker is het om volgend jaar weer eens Excelsior te treffen? Ja, tuurlijk. Hartstikke mooi. En ik heb ook vandaag echt wel wat Excelsior mensen gezien die allemaal voor ons waren. En dat is, ik denk dat dat top is om te zien. En hoe mooi is het om die derby weer terug te krijgen. Zowel in de 50-overs als in de 20-overswedstrijden. Even toch een kort wedstrijdverslag. Jullie gingen eerst eventjes fielden. Ja, we gingen eerst fielden, verloren de tos, maar waren eigenlijk blij om eerst te fielden. Want we dachten dat er echt wel wat in zat in die eerste paar overs en dat zagen we ook wel. En uiteindelijk bleek het wicket wel echt een stuk beter te zijn dan dat we hadden verwacht. En waren we met 2-10 of 2-19 helemaal niet zo heel erg ontevreden. En ja, als je dan gaat betten en Daniel Doyle die start weer zo, ja, dat is genieten. Dat is voor iedereen genieten en als je dan uiteindelijk zo afmaakt, ja, dat is top. Dat is een goede wedstrijd. Top voor de club ook? Fantastisch voor de club. Ja, zoals ik al zei, 6 jaar tegen aangehikt, maar we zijn er nu eindelijk. En the only way is up now. Nick Statham, ik zat aan de kant te kijken naar jullie. En toen zag ik die afschuwelijke beelden van vorig jaar toen we daar samen zaten. Hoe groot is de opluchting nu? Nou, we zijn gewoon super blij natuurlijk. We hebben gedaan waar we een aantal jaren hard voor gewerkt hebben. Dit jaar hebben we gewoon ook het sterkste team gehad het hele seizoen. En gelukkig hebben we dat laten zien vandaag ook. Wat was vandaag de kracht van jullie team? Nou, ik denk dat we basiscricket gewoon goed gedaan hebben. En gelukkig had Daniel Doyle natuurlijk met het begin gewoon alle druk haalt hij weg met die supersnelle innings aan het begin. En gelukkig, het wicket was goed. We wisten niet zeker wat dat zou worden na de regen van de week. En we hebben gewoon goed gecricket. Ik ben... Even terugblikkend op het hele seizoen. Een raar seizoen met allerlei ontknopingen. Niemand snapte er meer wat van. Nou, ik hoop dat de KNSB bedenkt dat we het allemaal wat simpeler kunnen gaan houden in de toekomst. In plaats van al dat moeilijke gedoe. Ten slotte de laatste, Nick. Ja, iedereen gaat natuurlijk aan je vragen wat je volgend seizoen gaat doen. Het zou kunnen dat ook nog wel een jaartje doorgaat. We zullen het wel zien. Je blijft beschikbaar? Absoluut. Gefeliciteerd. Dankjewel. Nou, daar staat hij dan. Petje zit goed. Voorzitter Jacob van Giessen van Hermes DVS Cricket. Wat een zucht van opluchting moet je geslaakt hebben. Zeker. Ja, dit is fantastisch. Het was spannend. Ze maakten een groot totaal. Maar we hebben het gelukkig solide gemaakt. Maar het was zeker spannend. Even over het verloop van de competitie. Geen hond snapte er meer wat van. Nee, maar de vraag is of dat nu nog relevant is. Maar het was ingewikkeld. We zijn eerste geworden in fase 1, eerste geworden in fase 2. We zijn de eerste geworden in die laatste fase en die finale winnen we ook. En weet je, laat het maar gaan. Er is wel gevraagd of we in gesprek willen om te kijken naar hoe het misschien iets beter kan. Maar laten we eerst maar even dit feestje vieren.